vragen aan Kissy hoe ik me klaarmaak voor de dag. En get ready with me dus. Ik sta altijd rond 7:30, 8:00 op en dan check ik eerst mijn telefoon, Twitter, Instagram, Facebook. Dan doe ik de gordijnen open en kleed ik me aan, sokken, vestje. Doe ik mijn haar in een knotje. Ik heb hier mijn haar gewassen, dus daarom zit wat slier terug. En in een knotje zit het daarna mooi als ik het los doe. Dan ga ik naar de woonkamer. Dan doe ik de lampen aan boven de eettafel en in de keuken. Tijd om yoghurt te maken. Of ik eet nu kwark. Magere kwark met krusli en rozijntjes. En ik heb eigenlijk kleinere kommetjes, maar die waren nog in de vaatwasmachine. Dus daarom even een groter kommetje. En dan ga ik op de bank zitten bij het raam. Kan ik lekker naar buiten kijken. Oh, en ik was nog wat vergeten. Sinaasappelsap, dat drink ik erbij. En dan eet ik dat op tot ik klaar ben. Nou, sinaasappelsap krijg ik eigenlijk nooit op. Dus die neem ik mee naar mijn kantoortje, naar mijn werkkamer. Zodat ik straks, als ik achter de computer ga zitten, die zet ik alvast aan. Dat ik die dan verder kan drinken. En dan kleed ik me om. Dat doe ik in de badkamer. Kleren hangen in het kantoor nu nog. Op rekken. Tadaa! Heb ik snel gedaan, hè? Nou, dan ga ik nu eerst mijn gezicht wassen voordat ik mijn make-up ga doen. Gezicht wassen, insmeren met crème, PCLE-crème van Biodermal. En dan poets ik mijn tanden. Nou, voor foundation gebruik ik Exceptional Wear Foundation van Gouache in de lichtste kleur. Concealer is van MAC, Moisture Cover Concealer. En ik heb mijn mond heel raar open. Dan doe ik mijn wenkbrauwen met Anastasia wenkbrauwpoeder. Oogschaduwbasis van MAC, Soft Ochre Paint Pot. En dan gebruik ik een oogschaduwdoosje van MAC uit de Antonio Lopez collectie. Eerst de highlighter. Dan de eerste kleur tegen het ooglid. Tweede kleur. Dan blend ik een iets donkere kleur in de arcadeboog. Heel zachtjes. En dan zet ik het nog aan met een iets donkerdere kleur, zodat het iets meer schaduw in diepte heeft. Dan gebruik ik de eyeliner. Deze is van L'Oreal. En natuurlijk mascara, de Volume Express Big Eyes Mascara van Maybelline. Met een klein borsteltje voor de onderste wimpers en een grote voor de bovenste wimpers. Afpoederen, dat doe ik hierna. Nu dus, zodat de foundation net wat meer gezet is. Omdat het niet zo poederig erop ligt. En als ik dat gedaan heb, haal ik nog even de mascara restjes die ik geknoeid heb weg met een wattenstaafje. Blushjes van Hema van de kerstcollectie. Die gebruikte ik hier voor het eerst. En een bronzer van Bobbi Brown voor iets meer diepte. En een smallere neus, optisch. Dan gooi ik mijn haar los. Ik heb het tussendoor al even geborsteld. En verder doe ik eigenlijk niks meer mee. Soms doe ik nog wat crème of serum in, maar nu niet. Dan gooi ik het gewoon los en dan zit het wel goed. En dan All About Matte. Nee, It's a Matte World van Catrice. Een hele mooie rode lipstick die ik heel veel gebruik momenteel. En dan is de make-up look af. En dan ga ik achter mijn bureau zitten. Neem ik nog een slok van mijn sinaasappelsap. En ga ik aan het werk. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!